Voor als u er net bij komt, Gilles De Bilde, misschien heel kort aangeven de twee belangrijkste, Kipré en Van Dessel. Dat zijn de jongens naar wie we moeten uitkijken. Dan kan jij mee. Veel ruimte. Iwai Maharitra. Ja, maar weinig bezetting in de 16, hè. Vandaar dat die voorzet ook niet kwam. Het is in het rechter voorlopig het afstandsschot. Was niet zo slecht van... Ja, die toch redelijk heilig, die 4-2-3-1. Rezaï gaat het snel doen. En recht in de voeten van Golizadeh. Het was goed. En Bouatou moest opletten. Een boyo op het randje. De voorzet naar de tweede paal. Daar is hij, Hashioka, eerste keer. Franjes voetbalt vooruit. Opnieuw naar Kayembe. En dit is een goede beweging alweer. Dat wordt geel van Hashioka. Goeie beweging, Kayembe. Ja, opnieuw. Al een paar keer. Vlotjes voorbij zijn man. Nee, dit is goed van Bouatou. Goed verdedigd. Van Dessel kan opschuiven in de voeten van Gillet. En hier de omschakeling. Gillet gaat trappen. Het is een pogingje van... Wij wachten ondertussen op het signaal. Net als Bruno. Eerste paal. Gillet. Tikje met de hak. En hier is Botaka. Dat kan gevaarlijk zijn. Het was centraal. Kom. Botaka. Ah, dat is mooi gedaan van de Congolese Nederlander. Of de Nederlandse Congolees. Heeft dat soms Durken? We zagen het onder andere ook op Leuven. En hij gaat hem geel geven, Laurens Visser. Hij kwam zelf in de problemen door die dribbels. Ging balverlies leiden en probeerde dat dan nog te recupereren. Hij ging een beetje door op Eli Maritter. En die blijkt toch wel serieus geraakt geweest te zijn. Het is niet de beste partij tussen Charleroi en Sint-Truiden, maar dus wel belangrijk. Charleroi dat speelt voor, was het dan geel voor Rezaï? Dat is wat de regie ons lijkt aan te geven. Hier. Nee. Dat kan toch niet Rezaï zijn. Rechts, links. En hier komt de hoekschop richting Franjes en de Soleil. Sint-Truiden gaat wegwerken. Bruno met de trap op de kont. Nog van de duels. Dat was moeilijk voor Kayembe en laat zich de bal ontfutselen door Hashioka. Hier de mogelijkheid voor Sint-Truiden. Het was een goeie van Hashioka. Goed open. De Soleil die niet echt... Bruno. Laag. Dat was niet de bedoeling, denk ik. Kayembe. En het doorkoppen was van Kipré. Nog eens met zijn mindere rechter. Naar Theodorczyk. Dat is een goede beslissing als die daar staat. Marco Eli Maharitra dacht aan trappen. En kreeg nu een overtreding. Net van Seel en Charleroi. Hashioka. Ja, goed geluk. Nazon. Achterlijn. De trap voorzet. De Kou heeft er problemen mee. En dat was gevaarlijk. De 1-2. Mooi gedaan. En Kayembe. Niemand in steun, dus dan moet je het zelf rooien. Hier komt Ben Shaib. Kayembe, Schmidt plukt makkelijk. Ja. Net naast de paal. Give or take een paar centimeter. Hoekschop, ook met meteen Ben Shaib. Mag meteen alles doen. En dropt hem. Nou, dit is makkelijk. Dat is een te waar sneeuw op ligt, zeggen ze. Kayembe pikt op. Is dit gevaarlijk voor Charleroi? Opnieuw Pius en Nicholson gaat trappen. En Theodorczyk ook. En daar is Ben Shaib. We konden de namen afratelen, maar geen één van de spelers. En kort genomen, de ridder heeft het niet gezien. En Kayembe kan op snelheid komen en is voorbij de ridder. Opletten nu. Daar de kopbal van Kipré. Die kwam hoog. De centrale verdediger. Maar dat is toch geen tactiek waar je play-off 1 mee gaat halen. Nee. Hij moet maar eens goed vallen. Dat is wat het nu is. Hè? Ja. Dat zie je duidelijk. En de actie van Eli Maharitra. En de kopbal van Theodorczyk. Hij is er langs. Hij is snel. En dan toch nog het been van Kleinput. De ridder moet hem bijhouden. En doet dit goed. De trap van de ridder maakt zich mentaal echt wel klaar voor die vrije trap. Lijkt super geconcentreerd. Dorian de Soleil. Of toch Eli Maharitra. Doelman komt er nog aan. Ja, ik denk het ook. Je hoorde het. Een tikje. Ik weet het niet. Ik heb het gevoel dat ik een tikje hoorde van de handschoen van de doelman. Ja. Maar goed, het is niet dat Charleroi een doelpunt verdiende. Nee. Het is niet dat deze wedstrijd een doelpunt verdiende. We hadden het vooraf juist gekaderd bij de ploegen in puntennood.